Hallo, welkom bij het allereerste unboxing filmpje op Beautyspans. Ik vind het hartstikke eng. Het voelt een beetje alsof ik terug op de middelbare school zit en ik een spreekbeurt moet doen. Maar in dit geval is het gelukkig over een leuk onderwerp, dus laten we maar beginnen. Ik heb vorig weekend een pakje besteld bij de webshop Wat Maakt Je Mooi. Die heb je al eens eerder voorbij zien komen op Beautyspans. Wat Maakt Je Mooi is een webshop met allerlei lekkere producten voor in bad, onder de douche, voor je lichaam, je gezicht, je haar, noem het maar op. Vorig weekend had Wat Maakt Je Mooi een leuke kortingsactie. Ik kreeg 25% korting, dus ik vond dat een mooi moment om een nieuwe bestelling te doen. Nou, dit is het pakje. Ik heb het al uitgepakt zoals je ziet, want ik was natuurlijk te nieuwsgierig. Het zat mooi ingepakt in hartjespapier. Degene die mij op Instagram volgen, die hebben het vast wel gezien. Nou, dit zie je als je het openmaakt. Mooi roze vloeipapier. En wat zit er allemaal in? Nou, we beginnen met de badproducten. Allereerst de Pink Coconut Badcreamer. Dat moet ik uit plastic halen. Alles staat overigens heel goed ingepakt in bubbeltjes plastic. Maar dat heb ik allemaal al afgehaald, anders wordt het zo'n rommelig geheel. Dit is hem, Pink Coconut. Hij bevat shea butter en vitamine A en E. Hij voelt heel stevig aan. Dat komt door de shea butter. Deze lost op in het warme water en laat dan een verzorgend laagje achter op je huid. Nou, hij ruikt heerlijk naar kokos en suiker. En hij ziet er natuurlijk erg lief uit met de hartjes erop. Dan heb ik nog een badproduct. Dat is de Double Cream Cupcake Bubble Bar. Nou, een bubble bar kennen jullie misschien wel. Dat is een product wat je onder het stromend water verkruimelt en wat dan voor lekker veel schuim zorgt. En dit is hem. Hij bevat cacaoboter en amandelolie. Die zijn natuurlijk ook erg verzorgend voor je huid. En hij ruikt heerlijk zoet. Hij bevat onder andere honing, vanille, kokosnoot en karamel. En dat is toch wel, ja, dat zijn toch wel geuren waar ik erg van houd. Dus ik ben hier erg benieuwd naar. Dan heb ik een paar sugar scrubs. Die heb ik al eens eerder laten zien op Beautyspans. Dit keer heb ik een paar andere geuren gekocht. Dit is de geur Candy Cream. Nou, die ruikt lekker naar fruit met suiker. Ik ruik er vooral aardbeien. Je ziet er ook aardbeipitjes in zitten als je goed kijkt. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Nou, deze bevat onder andere shea butter, suiker en amandelolie. Een sugar scrub die wrijf je over je vochtige huid. En masseert hem dan lekker in, zodat je huid goed geschud wordt. Je moet wel even opletten dat je hem niet te lang onder de warme kraan laat liggen, want dan smelt de shea butter weg en is je sugar scrub dus ook weg. Dan heb ik er nog eentje in de geur amandeloil. Die is wat neutraler van geur. En die bevat cacaoboter en amandelolie. En bovenop zitten wat los amandelschaafsel. Dus als je nou niet van een hele zoete geur houdt, dan is dit een aanrader. Het volgende product wat ik heb is een scheerzeep. Uitpakken. Dit is de Shaving Soap Pink Diva. Hij is in 3 verschillende geuren als ik het goed heb. Ook voor mannen. Nou, deze ruikt lekker zoet. Echt een vrouwengeurtje. Hij belooft heel verzorgend te zijn en veel schuim te geven. Hij bevat alleen maar natuurlijke ingrediënten en is dan ook SLS-vrij. Hij bevat onder andere kaolinklei. Dit is heel verzorgend. En voor de gevoelige en geïrriteerde huid, en met name als je natuurlijk je huid geschoren hebt, dan kan deze wel eens wat gevoelig zijn voor wondjes. Daarnaast bevat die betonietklei. Die is heel verzachtend en maakt je huid ook wat zachter, zodat het scheren wat makkelijker gaat. Het volgende wat ik heb is een body butter bar. Ik weet niet of jullie die wel eens laten zien. Een body butter bar, dat is een soort body lotion in vaste vorm. Die masseer je over je huid terwijl deze nog nat is. Ik zal even voordoen. Dit is hem. Hij smelt nu al aardig weg in mijn handen. Die wrijf je dus gewoon over je huid. Dan masseer je hem even in. Eventueel kun je dan nog het laagje wat te veel
zit, kun je nog even afspoelen en dan droog je af. Of je dept je voorzichtig droog, anders dan smeer je alles weer, wrijf je alles er weer af. Dit is echt een zomergeurtje, hij heeft dan ook Beach Bum. Deze zal ik nog wel eens nog aan jullie laten zien in een review. Dan heb ik nog de Whipped Body Butter in de geur Fluffy Pink Candy. Ik ben helemaal op de roze toegegaan deze keer zoals je ziet. Een Whipped Body Butter, dat is een hele luchtige crème. Kijk, je ziet het ook al in het potje. Hopelijk kunnen jullie het zien. Dit is een hele rijke crème. Die best wel ook een vettig laagje achterlaat. Dus het is echt iets voor als je s'avonds lekker in bad bent geweest en je wil je daarna nog even lekker verwennen. Deze bodycream die bevat shea butter, cacaoboter. Die de huid natuurlijk heel erg goed verzorgen. Zeker in de winter kun je dat wel gebruiken. En hij bevat ook nog amandelolie. En de geur is, ja, hij ruikt naar bubbelgum, suikerspin. Echt heel erg zoet, maar wel lekker. Even kijken, dan heb ik nog twee gezichtsverzorgingsproducten besteld. Allereerst een gezichtsreiniger Royal Melt. Dit is een gezichtsreiniger, je kunt hem ook als make-up remover gebruiken volgens de website. Nou, hij ruikt lekker... een beetje nootachtig. Hij bevat watermeloenextract en amandelolie, dus hij reinigt de huid niet alleen, maar hij verzorgt deze ook tegelijkertijd. Nou, ik ga deze absoluut proberen in combinatie met mijn Visapuur en ik laat jullie uiteraard weten wat ik ervan vind. Dan heb ik nog een gezichtsmasker, tenminste het is een gezichtsmasker en scrub tegelijk, de Orange Pulp Rub. Deze bevat onder andere sinaasappelpulp en loofah, wat de huid exfolieert, maar wel op een hele zachte manier. Het is dus ook een hele zachte scrub. Ik zal hem even laten zien. Ja, het is echt een heel fijn scrubkorreltje zit erin. Nou, hij ruikt lekker, lekker fris naar sinaasappel, zoals te verwachten was. Deze... Je masseert het masker in de huid, vervolgens laat je het 5 minuten intrekken en dan spoel je het af met water. Nou, ook deze zie je uiteraard binnenkort terug. Nou, dat was mijn bestelling. Dan zit er ook onder in het doosje een cadeautje. Dat is altijd leuk. Sowieso kun je bij Wat Maakt Je Mooi, mag je altijd aangeven of je proefjes van bepaalde producten wil ontvangen. Je kunt dan... maximaal 2 voorkeuren aangeven en dan krijg je echt ruime samples zodat je bepaalde producten zoals de gezichtsverzorgingsproducten of de Whipped Body Butter ook eens kunt uitproberen. Nou, ik was dat vergeten, ik vergeet dat soort dingen meestal aan te geven. Ik heb de Chill Pill Sweet Dreams gekregen. Een lekkere bruistablet zo te zien. Ja, en die ruikt heerlijk naar lavendel. Dus dat is echt een product voor 's avonds. Lekker. Nou, mocht je nou ook willen bestellen bij Wat Maakt Je Mooi, houd dan zeker hun Twitter- en Facebookpagina in de gaten. Want ze hebben regelmatig leuke kortingsactie. En dat is natuurlijk altijd leuk shoppen. Op dit moment hebben ze ook leuke Valentijnspakketten samengesteld. Ik meen 2 verschillende. Eentje voor bad met badproducten en eentje met doucheproducten. Ik zal de informatie wel even in het artikel hieronder vermelden. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en graag tot de volgende keer. Doei!